Stukje Nederland, hè? We zijn in een gebiedje dat heet Waterland. Het is wel zo dat we niet weten of hier wat ligt. Nee, het is echt, dit is echt een raadsel. Dit wordt een gokje. We zitten onder de rook van Amsterdam, maar er is nogal wat gebeurd hier. Maar goed, het geeft geen garantie tot bodemvondsten. Dacht ik zo. We weten het helemaal niet wat er ligt. Nee. Maar we gaan er een mooie dag van maken. We zijn in ieder geval in een stukje uniek gebied. Ja, de wolven lopen hier ook al. De wolven lopen hier ook al. We hebben een eigen waakhond meegekregen. Voor als er een wolf of een ander eng beest komt. Dus wij mogen vandaag de hond meenemen. En we gaan het wel zien. We hebben alles bij ons. Tas, camera, scheppen, brood, drinken. Nou, mijn eerste vondst. Ja, wat kan ik ervan zeggen? Het ziet er niet echt heel oud uit. Ik weet ook niet wat het is. Nou, we gaan het wel zien. Wie weet wat het wordt. Ondanks het hier vreselijk moeilijk is om te zoeken, want ja, het ligt allemaal heel diep. En het is ook, ja, het is echt gewoon heel moeilijk zoeken. Heb ik, hoe lang zijn we bezig? Half uurtje? Ja, zoiets. Half uurtje. Mijn eerste vondst, een raampen en een pijpenkop in het gat. Dus ja, het ligt er wel. Maar het zal vandaag echt wel eventjes keihard werken zijn om het naar buiten te krijgen. In ieder geval een raampen. En jij had net al een duit, toch? Ja. Al een blikkie uit de oorlog. Ja, waarschijnlijk een condoomblikkie, denk ik. Nee, ik denk dat Tampesta is. Tampesta? Ja, je kan er allebei in je mond stoppen, maar het een werkt beter. En een uilenbal. Oh, een uilenbal. Ja. Oh, dat is wel leuk. Ja, is 100% zeker een uilenbal. Dan moeten de tandjes en botjes in zitten. Ja, dat klopt. Nou, volgens mij was dit gewoon een vegetarische uil. Er zit geen botje in. Ja, het is wel. Ja, hier. Daar. Hij is een beetje verteerd, maar dat is een tandje. Van een knaagdier. En daar een botje. Hier. Je ziet meer dan dat ik zie. Haren sowieso. Ik ben jonger dan jou, hè. Bedankt, hè. Er zit wel gras in. Een uil heet toch geen gras? Nee, maar het zit er toch in. Ja, misschien om die uilenbal op te wekken. Hebben jullie nou verstand van uilen? Waarom zit er gras in een uilenbal? Zitten wij nou zo verkeerd te pulken? Hier. Een nekwerveltje. Ja, dit is toch wel... Oh, kijk eens. Dat is een kaakje, een onderkaakje. Kijk. Ja, dat is een... Ah. Een onderkaakje. Ja, het is toch een uil. Kijk, hier nog een botje. Ja, kijk. Hij is wel verteerd, maar schouderbladje. Ja, leuk. Een uilenbal. Ja, toch een uilenbal. Mensen vragen zich continu af waar dit voor is. Ja, dat vraag ik me nou ook al af. Er zijn heel veel mensen die dat al gevraagd hebben. Waarom heb jij dit op je schep? Ja, en dan praten we wel te verstaan. Over dit stukje. Over dat stukje. Nou, dat stukje... Dat heb ik erop gelast. Het gebeurt wel eens dat je midden in de nowhere bent en dat je moet
poepen. Nou, wat gebeurt er als jij heel nodig moet poepen? Hallo? Wat gebeurt er als jij heel nodig moet poepen en je gaat helemaal terugrennen naar de boerderij om daar eens te gaan vragen, wat eigenlijk al heel vervelend is, of je daar naar de wc mag? Dan ben je of te laat, of je hebt krampen, of nou, het is niet gezond. En je bent toch ver in the middle of nowhere. Dus je graaft een gaatje. Met die tool digit. Wel eventjes ietsje dieper als gemiddeld, want je wilt niet nog een keer terugvinden. En dan heb je hier ook een standaardje waar je op kan leunen. Maar dan hebben we toch nog een probleem als je klaar bent. Kijk, en daar komt deze. En als je klaar bent... Hup. Je vouwt hem dubbel. En voilà. En je schone Anoushka. Vergeet daarna niet even je gaatje netjes dicht te maken. Ja, en daarom moet je altijd dus je kuiltjes goed dicht maken. Nou, dat is het verhaal achter... De multitool. De multitool. Nou, na heel veel graven en zoeken, een blokgewicht. Dat zijn wel heel gave vondsten. Ik ga hem hier niet uitpluizen. Het kan zijn dat het een blokgewicht is met stempels erin. Maar dat gaan we dan thuis zien. Maar als die leeg is, is het ook een leuke. Bij ons vind je vaak die ovalen, maar dit is echt een helemaal recht is die ook niet. Maar... Nou, leuk. Leuk. Gijs is ondertussen daar bezig. Straks even kijken of Gijs nog wat gevonden heeft. Altijd spannend, hè? Nou, niks bijzonders. Het is een soort pijpje. Ja, je weet nooit wat je vindt natuurlijk. Soms is het iets heel moois en soms slaat het nergens op. Gijs, wat heb je gevonden? Doe eens even normaal, man. Wat heb je gevonden? Het lijkt wel een deurklink. Ja, maar dan wel een prehistorische. Nou, ik zeg niet dat die jong is. Maar het lijkt mij een deurkruk. Deze vind je niet meer bij de bouwmarkt, hoor. Zulke zware. Dit is echt... Dit is nog een echte. Ja. Nostalgisch. Wat gaat het worden? Wat heb je? Een gesp. Wauw. Het ligt er wel. Het ligt er echt wel, hoor. Ik had toch net ook een blokgewicht en ik had al een raampen. Een pijpenkop had je ook. En ja, dan duit. Ja. Dus het ligt er wel, alleen niet zo bezaaid als dat wij gewend zijn. Dit is niet jong, dit is niet nee. Van een trekker gevallen. Nee, maar het ligt er wel, alleen minder bezaaid. En ik zeg al, ik zeg het zo vaak, wij zijn zo verwend. Ja. Ik bedoel, er zijn mensen die een hele dag lopen op één gesp. Die zijn er echt. Ja. Nou, in het vondstentasje. Maar in ieder geval geen bierlippies. En ik moet zeggen dat dat toch wel heel prettig is. Nee, als je een target hebt, het zijn er niet veel, maar als je een target hebt... Het is geen rommel. Nee, dan heb je vaak wel iets. Ik ben al lang blij dat het niet regent. Dat komt vanmiddag. Stay tuned voor de regenbui. Ja, maar ik heb een plastic zak bij me. Nou, we zijn net op tijd, Gijs. Ja, we zijn... Gelukkig dat we teruggelopen zijn. Alleen mijn auto wordt nat. Ja, zit hij dicht? Ja, hij zit dicht. Even teruggelopen om even te schuilen. Gezellig. Nou, we wachten even het buitje af, denk ik maar. Ik ben kapot, Gijs. Ik ben ook helemaal, ik zei net tegen, ik ben een beetje kortademig. We lopen echt
Nou, ik denk dat we wel een paar honderd meter moeten lopen voor de volgende target elke keer. Ik heb nog nooit zo'n schoon land meegemaakt. Er zitten geen blikjes in, er zitten geen aluminiumfolies in, geen treklipjes, bierdoppen. Helemaal niks gewoon. Ja, ik heb nu een signaal, maar ik heb ook een perfecte plug gestoken. Precies in het midden. Ja, nou trek hem er maar uit. Rapapa, rapapa. Ja, wat is het? Rapapa, rapapa. Het is een... Een slotie. Is het een slot? Ik zou het niet weten waar. Achterplaats van een slot. Ja, het slot erin zat, maar het kan ook een riemtong zijn. Ja. Alhoewel, dan is het wel een riem van een reus. Ja, kwam er hiervoor? Reuzen? Ja. Verbaast me niks. Zeerovers, die kwamen hier wel voor. Oh. En bandieten? Nee, bandieten niet, want die verzopen. Het zijn echt alleen maar zeerovers die hier liepen. Vaarden. Roeiden. Ja, het is wel oud. Ja, het is niet modern. Maar ja, of ik het echt kan determineren zo op het eerste gezicht, niet echt. Niet zo onwijs oud, maar wel heel erg leuk. Dit is een houder van een scheermesje. En ja, die is van de jaren 30, denk ik. 30, 40. Ik dacht dat ik een hele gave munt gevonden had. Even kijken of ik hem beter kan focussen. Maar dat is een knoop. Maar wel een oude knoop. Dus daar ben ik wel weer heel blij mee. Ik ben trouwens even verwisseld van metaaldetector. Omdat ik vond dat het hier... Alles wat je hier vindt, ligt echt heel diep. Er zal wel een verklaring voor zijn, maar het ligt echt heel diep allemaal. En om dat extra beetje diepte te pakken, heb ik gekozen om... Met deze beest te gaan lopen. De Nocta. Kijk, dat heb je als je niet opgeeft, hè. Zo geweldig dit. Stock out. Eigenlijk een beetje vergaan. Maar pure rauwe vondsten. Daar doen we het voor. Daar zijn we toch voor onderweg. Dat is een gesp. Kijk eens. Dat is toch eens leuk, hè. Een tijdje geleden ik die gevonden heb. Het is een 2,5 leeuwencent. Ja, er is niet zo heel veel meer van over, maar daar staan ze onbekend. Het is wel een hele leuke munt om te vinden, hoor. Kijk, en daarom heten ze leeuwencent. Omdat er een leeuw op staat. Gesp. Oh, mooi ook. Mijn pinpointer gaat een beetje overzuig. Ja, mooi gesp. Ja. Alsjeblieft, Gijs. Aai je touw, buur. Leuk, hè? Ja. Ja. Je zat even in te kakken. Ik ben helemaal afgebroken, man. Ik ga de camera uitzetten. We gaan stoppen. We gaan eten. Gewoon lekker met de voetjes over elkaar op de bank. Ik denk dat ik zo vertrokken ben. Knikkenbollen. Hij naast de kat en ik naast de Wilma. Ja. Nou, nogmaals bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.